Goedemorgen, dit is Gabi live vanuit Kapoen voor Fantastisch Oostenrijk. Wij gaan vandaag naar boven en we gaan vandaag wat anders doen dan normaal. Je ziet het waarschijnlijk al aan de kleding van mijn broertje en van mij. We gaan vandaag GS trainen. Dat betekent training tussen de gates, een slalomstel met wat grotere bochten. Waarbij het gaat om snelheid en techniek en de goede balans ertussen. Het racen hoort dus ook wat andere kleding. Een aantal van ons zijn in racesuit. Dat is wat aerodynamischer, maar ook zit er dus padding op. Waarbij we ons beschermen als we de gates raken. En we hopelijk geen blauwe plek krijgen. Daarnaast skiën we ook op een ander stijl skis. Zoals bijvoorbeeld deze die je hiervoor ziet. Deze skis zijn smaller, stijver en hebben een grotere radius. En daarmee zijn ze meer geschikt om GS te trainen. Maar ze zijn ook moeilijker te skiën, dus het zal ook wat vermoeiender zijn. Maar we gaan een uitdaging natuurlijk niet uit de weg. Dus wij zijn nu de voorbereiding aan het maken om de race op te zetten. Daarvoor hebben we de stokken nodig. Iemand met een boor. Gereedschap om de stokken erin te draaien. Vrijwilligers om mee te helpen die straks ook gaan racen. En een racelane. Er is een speciaal stuk piste afgezet om races op te zetten. En wij hebben laan 3-4 voor vandaag. En dat met een geweldig uitzicht erbij. Tussendoor moeten we natuurlijk ook af en toe met de lift weer omhoog. Maar dat is natuurlijk geen straf als het zo super mooi weer is. En dan kan ik ondertussen even gezellig kletsen met mijn broertje. Natuurlijk afvragen waarom zou je aan racetraining gaan doen. Nou, als je instructeur wil zijn vanaf het tweede en derde niveau is het doen van een GS race onderdeel van je examen. Bij niveau 1, de AMWARD, is dit nog niet nodig, maar bij je Landes 1 moet je al een GS race doen, hoewel die puur om de techniek gaat en nog niet op tijd gaat. Echter doe je Landes 2 ook, dan wordt ook je tijd meegenomen in je evaluatie en dan moet je toch al behoorlijk snel zijn. Maar naast dat is het gewoon ook hartstikke leuk om te doen en je gaat er beter van skiën. En zoals het nu is, zo rustig, heerlijk weer en met amper 600 tot 800 mensen hier op de Kitsteinhorn, zijn het natuurlijk de perfecte condities om van dit soort trainingen te genieten.